zelf altijd zo mooi vind aan het Tibetaans boeddhisme, is dat er niet alleen maar mannelijke boeddha's zijn, maar ook heel veel vrouwelijke. Een mooi voorbeeld is hier achter mij, namelijk de groene Tara. Deze prachtige vrouwelijke boeddha, met een hele mooie kroon met een klein boeddhaatje erin. Groen lichaam en haar rechterbeen is uitgestrekt, zodat ze zo snel mogelijk ten hulp kan schieten aan ieder die dat nodig heeft. Om een mooie organische vorm te krijgen. De derde is die dubbele lijn, die volgt gewoon de eerste. Nou, de afstand. Ja, ik heb het erop gedaan. Thangka, dat begint natuurlijk allemaal met het tekenen van een boeddha gezicht, zoals wat de mensen vandaag hebben gedaan. Altijd de basis, het begin.